En voorlopig lijkt het in eerste instantie tactisch niet heel veel veranderd bij Topos. Gewoon 4-4-2. Met Koorman als meest aanvallende middenvelder. Hier is Kalon. Bogeens. Kapt muur uit. Vorig seizoen dus de zegen voor Topos. Maar als je die wedstrijd terugkijkt is het nog steeds een raadsel eigenlijk hoe dat kon gebeuren. Slordige paas. Zo onderschept door Roosken. Leidsman terug. Muren gaat door naar Geens. Bal zo ingeleverd bij Stuy van de Herik. Oeh, vrij gedaan. Paas komt dan net niet aan. Goeie actie van de centrale verdediger. Nummer 14. Rommens, die vrij probeert te komen. En dan moet Kalon eigenlijk met hem mee. Ja, dat kan toch ook niet helemaal de bedoeling zijn. Kalon doet het nu maar. Cambuur lijkt niet helemaal scherp op sommige momenten. Natuurlijk de vrijheid van Rommens bij dat doelpunt. Maar ook dit. Vrij trap snel genomen. En er wordt niet snel genoeg gereageerd door een aantal spelers. Voorzet van Leidsman. Dat is nog aardig gedaan door Van der Heijn. Verdedigd door Stuy van den Heren. Ja, Jacobs met wat druk. Topos gooit. Oudkeeper ook van MVV. Die al vrij snel bij zijn entree in Os een basisplek kreeg. Namelijk naar Antonia. De bal komt daar dan bij lange na niet. Van der Heijden. In het midden is Leidsman. Dat is gezien. Maar McIntosh staat in de weg. Zo wordt Cambuur dus sterker. En, zeker niet geweldige openingsfase. Die dus alweer heeft geleid tot een achterstand. Ten opzichte van Piqué. Antonia die heeft opties. Bijvoorbeeld Molin weer. Slim ingestapt daardoor Stuy van den Herik. Lastige bal voor Leidsman. Leidsman en McIntosh. Oh. Vrije trap is inderdaad voor McIntosh. Dat Leidsman. Van der Heijden gaat flink door opnieuw. Poort even een opstootje daarna tussen de twee. Ah. De wedstrijd gaat verder, dus zij zullen toch ook weer verder moeten. Dus vrij. Krijgt de bal net niet mee. Roosken. Leidsman handig in dat duel dan Doken Schmid. Koorman. Liggen weer mogelijkheden. Bijvoorbeeld nu die bal. Ter Heijden is er langs. Krijgt hem niet bij Muren. Leidsman. Uit de kluts valt die voor Koorman. Nee, net niet. Nieuwpoort. Antonia. Levert zomaar in bij Piqué. Slim gedaan door Van der Heijden. Koorman. Dame. Namen spel. Een linksbenige centrale verdediger. Die meteen ook inschuift naar het middenveld. Schout. Hero Radman Groen. Oud Os. De nieuwe man van Cambuur loopt zich vast. Leidsman krijgt de vrije trap. En inderdaad, ze willen echt die derde nog gaan maken. Je zag het aan de manier waarop Kalon die bal uit het net haalde. Maar goed, ook Os is er nog. Maar hier is gefloten. Piqué op. Komt daar dus niet doorheen. De ene is wat sneller, de ander is wat sterker.
Een zeer boeiende eerste helft met kansen over en weer. Met een grotendeels uitstekend Top Os. En Cambuur dat in de slotfase toesloeg. Wat brengt de tweede helft? Meestal komt dan toch eigenlijk het spektakel in de keukenkampioenvisie. Roosken. Stijf van den Erik. Tipt hem aardig in naar Leidsman. Een geweldige trap van Geens. Maar het komt allemaal goed uit. Leidsman. Sterk in dat duel met Ter Heide. Van verleden bij Almere, Heerenveen en de Graafschap. Leidsman. Hier wint hij het duel, maar heeft uiteindelijk Ter Heide de bal. Kalon. Nog eens een keer het duimpje van Kalon richting Hoedemakers. Ja, dat scheelde niet zo heel veel. Hier is Jacobs. Voordat nog goed gaat die Hoedemakers. Oh, een goede bal van Jacobs. En dan is Antonia weg. Er zit een overtreding waarvoor ook geel zou kunnen volgen. Op Leidsman. Ja, en dat gebeurt ook. En wij stonden wat meer. Terug. Hier is Dame. Zo, Leidsman. Oh, die heeft blijkbaar zelf ook de overtreding gemaakt. Stijf van Erik. Leidsman, schotje voorlangs. Daar komt een corner. Dagen gaat clearen. Los van het feit dat het niet leuk is voor de wedstrijd, hoeft ons dat ook helemaal niet. Want ze spelen gewoon hartstikke goed. Als Os doorgaat met waar het mee bezig was, gewoon goed voetballen, dan kan deze wedstrijd gewoon op die manier gaan winnen. Os ops niet, opgevangen Molen. Muren, Molen. Heen en weer koppen, leidt tot. Balbezit voor Leidsman. En die krijgt de vrije trap. Brij. Hij nu links met Kalon. Schouten. Die bal is wat hard. Oh, dat is nog een aardige controle. Ter Heide. Die mist dan de rust aan de bal. Daar rond het strafschopgebied. Overtreding van McIntosh. Kost hem geel. Die wedstrijd ingaat. Het verschil tussen Cambuur en Os, Hoedemakers. Krijgt ook geen vrije trap. Nee, Cambuur. Cambuur. Hier, Jacobs. Onherkenbaar af en toe. David legt hem op Rommens. Die hier ook bovenop staat. Daar niet voor fluit. Er zitten echt nog wat spelers op die juist daarvoor ook zijn gehaald. Met bijvoorbeeld Pauwels. Maar ja, de basis van Top Os blijft gewoon heel goed spelen. En daar is David. En Ter Heide kan naar Korte. Loopt weer te veel met de bal. Toch een matige wedstrijd. Turk is zijn positie niet helemaal linksback. Maar ja, dat soort ballen kan je gewoon ook weer overspelen. Applaus van Klaas Wels. Goede wedstrijd ook van...